Goedendag. Ik ben Patrick Kuipers, rector van het Ariëns Instituut in Utrecht, de priesteropleiding van ons bisdom. En vandaag hier in Hoogland als vormheer voor de 9 vormelingen die vandaag het sacrament van het vormsel mochten ontvangen. Het sacrament van de Heilige Geest. En we zijn hier bij de Maria-grot, de Lourdes-grot, in de tuin van de kerk van Hoogland. En Maria is natuurlijk ons voorbeeld als het gaat om de ontvankelijkheid voor het werk van de Heilige Geest. Maria heeft ja gezegd op de vraag van de engel om de moeder van God te worden. En het is de Heilige Geest geweest die haar overschaduwd heeft en die ervoor gezorgd heeft dat zij moeder kon worden. En zo is Maria degene geweest die opengestaan heeft voor het plan van God met haar leven. En ja goed, dat wens ik ons allemaal toe, dat ook wij openstaan voor wat God van ons vraagt. En dat wij openstaan voor de plannen die Hij met ons leven heeft. En zeker ook de jonge mensen die vandaag zijn gevormd. Dat zij ook op het spoor mogen komen van wat God met hun leven van plan is.